Ik ben in Frankfurt, de vierde stad van Duitsland en het zakelijk en financieel hart van zowel Duitsland als van Europa. Want behalve de Duitse Centrale Bank bevindt zich in deze stad ook de Europese Centrale Bank. De hoofdstad is dat Brussel, hè, waar dus de Europese Commissie zit. Maar het financieel deel, hè, de Europese Centrale Bank, bevindt zich dus in Frankfurt. Ja, en dan zul je afvragen waarom dat zo is. Ik kan je niet echt het antwoord erop geven, maar als je kijkt naar de stad, hè, ook naar de ligging en het uiterlijk van de stad, is dit toch wel echt meer een plek waar zich een centrale bank zou kunnen gaan vestigen. Ze hebben dus voor deze stad gekozen, met een niet-Europees aandoende stad en met een echte skyline en met hoge kantoorgebouwen. En dat is toch anders dan de meeste Europese steden die toch echt een historische binnenstad hebben. Nou, Frankfurt heeft dat niet, heeft nog wel een klein deel over. Maar het grootste deel is dus plat gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. En daar is toen een nieuw centrum gebouwd. En een beetje zoals Rotterdam, wat het ook heeft. En Frankfurt het ook, hè. Dat zijn een beetje vergelijkbare steden. Als je een beetje kijkt hoe de binnenstad eruit ziet. En met enkele historische gebouwen erin en heel veel nieuwbouw. Het is ook de stad van Johannes Goethe, een van de beroemdste Duitse filosofen, dichters, schrijvers. En hier in het centrum staat dan ook een standbeeld van hem. Hij is geboren in Frankfurt. Ja, dit vangt het mooi samen, hè? Dat oude en nieuwe door elkaar. En daarachter de moderne skyline. En ervoor nog een oud gebouw, wat tegenwoordig een restaurant is. Nou, Frankfurt heeft 764.000 inwoners. En daarmee is het net iets groter dan Rotterdam en net iets kleiner dan Amsterdam. Dus het is eigenlijk een stad die zich precies daartussenin bevindt, qua grootte. Het 30% van de inwoners heeft een niet-Duitse achtergrond. En dat is best wel veel, dus dat is eigenlijk bijna 1 op 3. Het is ook echt een internationale stad, een wereldstad, waar ook vele verschillende culturen met elkaar samenleven. En het doet in heel veel opzichten daarom ook aan de Nederlandse steden denken. Nou, dit is de rivier de Main, waar de stad Frankfurt aan ligt. De stad Mainz ligt ook aan de Main, helemaal aan het einde van de Main. En Frankfurt ligt ongeveer 43 kilometer van Mainz, wat meer stroomopwaarts. En je ziet daar een boot varen. En een van de dingen die je hier kunt doen is een boottocht over de Main maken. En zo Frankfurt bekijken. Wat een hele leuke excursie is om te doen. Omdat je dan heel mooi zo over Frankfurt uit kunt kijken en hele mooie foto's kunt maken van de stad. Hey, je hebt ook nog een Frankfurt am Oder. En de Oder ligt dan in Oost-Duitsland. En die stad heet dan ook Frankfurt. En dus je moet altijd daarom erbij zeggen am Main. En in 2019 speelde de voetbalclub Eintracht Frankfurt in de Europa League. En kwamen ze ook heel ver. En moesten ze in de kwartfinale tegen Benfica spelen. En bij de uitwedstrijd was er een fan van Benfica die met de auto naar Frankfurt reed. En die reed dus in plaats van Frankfurt am Main, reed hij dus naar Frankfurt am Oder. En zodoende reisde hij meer dan 500 kilometer meer om bij de uitwedstrijd te komen. En hij kon het stadion niet vinden. Hij ging overal zoeken van waar het stadion lag. En toen werd tegen hem gezegd dat het Frankfurt am Main was en niet am Oder. Dus die had zich vergist en was dus helemaal voor niks vanuit Lissabon naar Frankfurt gereisd. Dat was een leuk verhaal. Natuurlijk niet voor die man, maar ik kon er uiteindelijk wel om lachen. Nou, daar gaat die boot. En die vaart dus onder die brug door. En je kunt lekker eens op een bedje zitten en als de zon schijnt, is dat dus heel leuk om te doen. En Frankfurt am Main is al echt al een hele oude stad. Hè. Bestaat al echt al sinds de late middeleeuwen. En die stad heet gewoon Frankfurt. En als je dus het onderscheid wil maken met
Met Ode zeg, dan zeg je dus Am Main of Am Ode Drachtig. En waarom, dat, ja, waarom die steden allebei dezelfde naam hebben, dat is ja, niet bekend. Er is nooit gezegd dus dat bijvoorbeeld Am Ode zijn naam moest gaan veranderen. Het was misschien wel makkelijker geweest, zeker voor die voetbalfan. En die de verkeerde stad in zijn navigatie had gezet. Maar ja, goed. Het is een beetje verwarrend. En ja, Frankfurt, hè, is trouwens ook de stad van Anne Frank. En die komt hier ook vandaan. Nou, en hier heb je dan het gebouw van de Europese Centrale Bank. En dus dat is eigenlijk het belangrijkste gebouw op financieel gebied van Europa. En daar worden eigenlijk alle rentestanden bepaald. En ja, daar zit dan ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dus het hoofdkantoor. En ja, van de euro, hè. Nou, het reuzenrad is aan het draaien. Ze zijn hier een kermis aan het opbouwen. En Frankfurt is trouwens de vijfde stad van Duitsland. Er zijn vier steden groter. Berlijn is dan de grootste stad, de hoofdstad. En dan krijg je Hamburg. Dat is de tweede stad. De derde stad is München. En de vierde stad is Keulen. En Frankfurt komt op plek 5. En de eerste vier steden hebben elk meer dan 1 miljoen inwoners. En Frankfurt is ongeveer een kwart kleiner dan Keulen. Nog eens te benadrukken dat Frankfurt het zakelijke en financieel centrum van Europa is. Bevindt zich een groot euroteken op het Willy Brandtplatz. En ja, voor de skyline, hè, de grote bankgebouwen van Frankfurt. Waar zich ook de Duitse aandelenbeurs bevindt, hè, de DAX. En die is ook in Frankfurt gevestigd. En ja, eigenlijk zowel van Duitsland als van Europa is dit echt het financiële centrum. En ja, dat laten ze zien door echt zo'n euroteken hier neer te zetten. Het centrum van het kapitalisme in Europa. En ja, dit is het uitzichtspunt. Vanaf de Main Tower, zoals het heet. Het is een van de hoogste gebouwen van deze stad. Niet het allerhoogste gebouw. Want dat gebouw is hoger. En dat gebouw ook. Maar ja, dit is wel het hoogste punt waarvan of je ja, de stad kunt zien. En daar heb je het station. Dat kun je heel goed zien. De Hauptbahnhof. En ja, daar heb je dus de Main. Nou, dit is het Alter Opera. Het neo-renaissance stijl. Gebouwd in eind 19e eeuw. En ja, hier zijn vaak premières gehouden van operavoorstellingen. Waaronder Carmina Burana van Karl Orff in 1937. En ja, echt een heel mooi operagebouw. Die in de Tweede Wereldoorlog plat gebombardeerd is en daarna opnieuw gebouwd is. In de oude stijl. En ja, het is echt een heel mooi gebouw. Zo midden in het centrum van Frankfurt. Nou, Frankfurt is ook in de avond de moeite waard om te bezoeken. Het is een supergezellige stad. En naast het echt het moderne stadscentrum met het CBD heb je hier ook echt een oud stadscentrum. En ja, het centrum van dat oude deel is dus de Romeberg. Waar ik sta. En ja, je ziet echt die oude huizen. En de Romeberg was een plein waar in de middeleeuwen vaak markten en toernooien werden gehouden. En ja, dit plein wordt nog steeds gebruikt als jaarlijkse kerstmarkten. Dus dan kun je ook dit plein bezoeken. Ja, eigenlijk alles wat je hier ziet, hè, al die oude gebouwen, die zijn herbouwd. Hè, dat was helemaal plat gegooid. En ja, de Duitsers hebben het dus herbouwd. En vandaar dat het er ook nog redelijk nieuw uitziet. En ze hebben het in originele staat proberen te herbouwen. En dat is goed gelukt. En Frankfurt is echt een stad die tot leven komt in de avond. Elke dag wordt er echt gewerkt.
is echt het zakelijk centrum van Europa. Maar ja, vrijdagavond is het nu. En dan gaan de mensen lekker de straat op. En genieten ze van, ja, van de heerlijke zomeravond. En het lijkt wel alsof de hele stad op straat is. Dus hartstikke leuk. En ja, dit was het dus, hè, vanuit Frankfurt. Dus als je een keer een leuke weekendtrip in de zomer wil maken, is dit wel echt de moeite waard, hè. Dus ja, dit was het vanuit Frankfurt. Ik zie jullie de volgende keer.